In sommige winkels kun je tegenwoordig, naast gewone, ook vegetarische kaas kopen. En dat lijkt raar, want kaas is gemaakt van melk en niet van koe, toch? Nou, dat ligt iets ingewikkelder. Voor het maken van kaas heb je namelijk stremsel nodig. En er is van oudsher maar één plek waar je dat kan vinden. Was dit nog melk? Ja, dit was nog melk. Nou, het is nu geen melk meer. En door het stremsel is het dik geworden. Het enige wat je dan nog hoeft te doen is het op te vangen in een zeef. En de eerste stukjes piepjonge kaas zijn een feit. Dat je het nu zo bij elkaar kan scheppen, dat komt door de stremsel. Anders had je dat ook nooit kunnen doen. Nee, dat klopt. Dat heb je gewoon nodig. Stremsel is een combinatie van enzymen die al zo lang als kaas gemaakt wordt, maar op één plaats te vinden is. De maag van jonge kalfjes. De lepmaag, om precies te zijn. Is dit is hem. Dat is hem. Ja, hier zijn we voor gekomen. Met één zo'n lepmaag, en dit is ongeveer een liter, kan je 10.000 liter melk stremmen. Oh ja? Aha. Niet iedereen vindt het leuk dat er sap uit de maag van een dood kalfje nodig is om kaas te maken. En daarom is er tegenwoordig ook vegetarische kaas. Met vegetarisch stremsel. Niet gemaakt in de maag van een kalfje, maar in het laboratorium van een wetenschapper. Wat je hier ziet is een fermentatievat. En in dit vat groeien micro-organismen. En die micro-organismen maken voor ons een stremsel. Dus geen kalfjes? Nee. Nou denk je misschien, wat fijn. Een plakje kaas op mijn boterham zonder dode kalfjes en dus zonder gewetensbezwaren. Maar helaas, ook voor vegetarische kaas gaan kalfjes dood. Melk komt van de koe. Geeft geen melk als je niet de kalfje hebt gekregen. Nee, dus ook geen kaas. Nee. Dus even los van wat voor stremsel je dan gebruikt. Ja, maar er zal eerst een kalfje geboren moeten worden, anders dan komt er geen melk. Van alle kalfjes die geboren worden als bijproduct van de zuivelindustrie hebben sommige vrouwtjes geluk. Die mogen uitgroeien tot melkkoe. Maar de stiertjes worden bijna allemaal nog voor hun eerste verjaardag geslacht. Dus aan melk kleeft sowieso bloed. Ik vind iemand die vegetarische kaas eet eigenlijk hypocriet. Je zou of helemaal geen zuivel en vlees moeten eten, dan ben je veganist. Of als je wel zuivel eet, dan moet je ook een klein beetje vlees eten. Want dat is nou eenmaal inherent aan die productie. Maakt het vegetarisch? Thank you.